Hoe staat het eigenlijk met je Tinder-profiel? Ja, toch maar weggegooid. Ja? Oh? Nou, ik denk dat je... Ik heb me de hele tijd heel boos over gemaakt, hè. Dat het dus blijkbaar de mens niet lukt om door de handicap heen te kijken in zo'n vleeskeurings-app. Ja, je was niet alleen maar boos, je voelde je ook wel... Ja, ik voelde me ook wel gekwetst. Ja. Ja. Maar dan moet je eigenlijk nog één vraag daarna stellen. Wil ik dat wel? Wil ik wel meedoen aan zo'n vleeskeuring? Even los van de rolstoel, hè. Soms passen ook dingen gewoon niet bij je, ondanks je handicap, zeg maar. Je bent te romantisch voor Tinder. Ja. Ja, nee, ik voelde me er toch niet helemaal lekker bij. Ja, ik kan me wel voorstellen dat voor sommige mensen... een verademing is, die heel erg op zoek zijn. Ja, maar weet je wat me misschien nog het meeste raakt, Tim? De problemen daarachter. Ook wat die directeur van het gehandicapte kind zei, los van dat ik het niet helemaal eens ben met hun campagnefilms. Maar eenzaamheid onder mensen met een handicap is gewoon heel groot. Dat is gewoon heel een groot probleem. En ik denk als ik zo'n site zie, dating voor gehandicapten of voor invaliden, dan word ik daar wel weer heel erg mee ook stiekem geconfronteerd. Ja, er is... Je voelt dan aan alles, er is gewoon heel veel behoefte aan. Ook omdat er gewoon heel veel eenzaamheid is onder mensen met een handicap. En zolang er eenzaamheid is, zul je dit soort websites houden en hebben.